Goeiedag, dit is weer de kaartlegging voor week 26. En ik had zin in iets heel positiefs. En toen trok ik de kaart. Stak in de mud. Ik denk, nee hè. Kan ik niet een andere trekken? Maar dat is niet helemaal eerlijk. De stak in de mud komt uit het kaartdek weer van Colette Baron-Reed. The Enchanted Map. En eigenlijk is het wel een positieve kaart. De zin die erbij hoort, en ik lees hem even voor, is: You're being invited to stop and savor the wonder of your life. En dat is iets wat we misschien veel te weinig doen. Stilstaan. Kijken, waar ben ik nu? Wat heb ik allemaal bereikt? Als je een beetje op mij lijkt, dan wil je jezelf steeds verbeteren. Meer leren over jezelf. Jezelf steeds op een dieper niveau begrijpen en helen. Maar dan ben je ook bezig met hoe het steeds beter kan. Dan ben je eigenlijk niet in het nu. Dan ben je eigenlijk steeds een beetje vooruit in je tijd. Dus dan is het eigenlijk wel mooi om vandaag, deze week, eens stil te staan bij wat heb ik bereikt? Welke stappen heb ik al gezet? Hoe ver ben ik al gekomen op mijn reis? En natuurlijk, de reis gaat door. Maar hoe is het om gewoon eens even op de plek waar je bent te zitten, uit te rusten, eens om je heen te kijken? Wat is er eigenlijk allemaal in mijn leven? En daarvan te genieten. Het mooie weer van de lente en de zomer gaat natuurlijk nu helpen. Dat maakt ook dat we vertragen. Want deze kaart blijft uitnodigen. Net als vorige week was het meer uit je holletje komen. Of in een aantal gevallen werden we ons hol ingeroepen om daar eens te kijken wat er in het hol opgeruimd kon worden. Maar vertragen blijft belangrijk. Agenda's zijn vaak zo vol dat we onszelf voorbij zien lopen op een gegeven moment. En dan is het goed om een pas op de plaats te maken en jezelf eens af te vragen: waar ben ik? Hoe ben ik hier gekomen? En geniet ik van de plek waar ik ben? Kan ik genieten van alle kleine dingetjes die er zijn? En misschien heb je vorige week al heerlijk rondgesprongen in het open veld. Vorige week hadden we de kaars van konijn. Voor mij was het een week waarbij het allebei was. Ik heb rondgesprongen in het veld. Ik heb fijne nieuwe mensen ontmoet. En ik moest mijn hol opruimen in het holletje, in mijn eigen veilige plek waren dingen waarvan het goed was dat ik daarnaar keek, dat ik daar woorden aan gaf. Dus als je misschien hoort, is mijn stem niet helemaal je van het. Het is al een stuk beter dan het was, want ik was hem helemaal kwijt. Dat komt omdat er ook dingen in mijn leven waren. Waarvan het goed was dat ik daar woorden aan ging geven. Met als gevolg dat ik mijn stem gewoon op een gegeven moment helemaal kwijt was. Dat heb je als je in je eigen processen zit. Dan kun je fysieke ongemak krijgen en word je gedwongen om rust te nemen en naar binnen te keren. En eigenlijk is die uitnodiging er voor deze week ook. Om naar binnen te keren, om te vertragen, maar vooral om te kijken en te genieten. Vooral ook genieten van de plek waar je bent. In het Solkienkalender is vandaag, dat is 27 juni 2022, een nieuw levenspad in de Solkienkalender begonnen. Het levenspad van gele zon. En met de zon, letterlijk, kun je een soort haat-liefde verhouding hebben. Het heerlijk vinden om in te liggen. En aan de andere kant ook wel eens te klagen over de felheid van de zon. En de hoeveelheid zon en het gebrek aan water. Dus ook
Ook in de stokkinkalender staat die symbool dat voor het belichten van je leven, het belichten van de wereld, van andere mensen. En iedereen wordt belicht, iedereen krijgt evenveel zon. En de ene keer kun je al dat licht ontvangen en je hart gaat open en je kunt in liefde zijn met jezelf en de wereld. En andere keren heb je last van de zon en zoek je de schaduw op. En ja, in je eigen innerlijke schaduwen, daar ligt vaak nog wel wat werk. Nou, ik wil het niet eens echt werk noemen, maar daar liggen punten die fijn vinden als ze aangekeken zouden worden. En in de meeste gevallen gaat het over innerlijke delen die in ons wonen, die toen ze zo jong waren niet gekregen hebben wat ze nodig hadden. En als jij zo jezelf schuilt in de schaduw, wees dan lief voor al die innerlijke delen die van zich laten horen, die bang zijn, verdrietig zijn, boos zijn, teleurgesteld, hulpeloos, hopeloos. Ze hebben jou nodig om zich fijner te voelen. En jij, omdat het een innerlijk deel is van je, weet precies wat ze nodig hebben en hoe ze het nodig hebben. Dus ook nu, zo'n levenspad duurt 13 dagen, maar de warmte van de zon, de liefde van de zon, reist met je mee. En ook met de uitnodiging erin, ook die liefde voor jezelf en voor de mensheid. Weet je, volgens mij, of je iemand nou aardig vindt of niet, op zijn of haar manier doet iedereen zijn best om een fijn leven te hebben. Om iets goeds te doen in de wereld. Dus liefde is er voor iedereen. En dat is ook de uitnodiging van dit Tolkien levenspad. Om ja, liefde te voelen voor every living being. Eens kijken hoe ik alles heb op. Oh ja, hele belangrijke. Terwijl je vertraagt en naar je leven kijkt, blijf net als vorige week de joy opzoeken. Doe dingen. Want als je in de put zit of je hebt net vervelend nieuws gehad of ja, wat dan ook. Ga op zoek naar iets waar je een beetje blij van wordt. Al is het een filmpje op YouTube waar je om moet lachen. Voor mij werkt het altijd om naar. Het klinkt natuurlijk. Dit is zeg maar een guilty pleasure. Niet verder vertellen. Dan kijk ik naar audities van. Weet ik veel. Idols of. Hoe heet het? Britain's Got Talent of zo. En dan met die golden buzzers. Die filmpjes dan. Soms helpt het om gewoon even lekker te huilen. En soms helpt het om gewoon mijn dag een beetje blijer en leuker te maken. Dus ga jezelf ook een plezier doen. Dat als je in de diepste put zit, dan is er nog wel iets waar je een beetje plezier en geluk aan kunt beleven. Lukt dat niet in je eentje, reik dan uit naar iemand anders. En ik ondersteun je daar graag bij, maar wellicht heb je ook vrienden en familie waar je support voelt en waar je naar uit kunt reiken om je te ondersteunen. Maar goed, aarzel niet. Als je denkt dat ik je daarbij kan helpen, dan ondersteun ik je graag. En dan kun je een afspraak maken voor een sessie. Ik ga eens op mijn lijstje kijken of ik alles heb gehad wat ik wilde zeggen. Dat is misschien nog wel een mooie. Onderzoek, als je het dan toch aan het vertragen bent, wat je op wilskracht doet en wat je vanuit de kracht van je hart doet. Wilskracht is natuurlijk een prachtig iets, maar soms doe je met wilskracht dingen die je eigenlijk helemaal niet wil doen of waar je echt helemaal niet zo blij van wordt. Dus dat is een uitnodiging. Voel eens wat voor dingen er in je leven zijn die je op wilskracht volhoudt, die je op wilskracht doorzet, maar die je eigenlijk helemaal geen vreugde en geluk brengen.
En kijk dan van wat je daarmee zou kunnen of willen doen. En hoe je daar hartekracht van kan maken. Hoe je met de liefde en de warmte en de innerlijke drive daar ruimte aan kan geven of vorm aan kan geven. Dus alles wat je ontmoet is voor je hoogste goed. Het leven wil stromen. En soms is het goed om heel eventjes stuck in de mud te zijn, zodat je opnieuw je richting kunt bepalen of kunt concluderen dat je in de goede richting gaat. Ik wens je een hele fijne en mooie week en tot de volgende keer.